Wat is nou precies een gezonde schoolkantine? Een gezonde schoolkantine is een kantine die gezond en duurzaam bezig is met voeding. En waarbij gezonde voeding centraal staat. Dat kan zijn een broodje gezond. Maar het kan ook zijn wij hier op school gratis fruit verstrekken. En zo gezond mogelijk bezig zijn. Laat ik zo zeggen, zoveel procent van je assortiment is verantwoordelijk. Ja, ik begreep dat 75% moeten geloof ik gezonde producten zijn. En je mag maar maximaal 25% ongezond hebben. Ja, ja, ja. Je hebt allerlei niveaus, allerlei schalen zou ik maar bijna zeggen, bij die schoolkantine awards. Kunt u daar iets over vertellen? De verschillende niveaus zitten hem vooral in dat scholen kunnen kijken van ga ik voor 60% gezonde producten, voor 80% of voor 100% gezonde producten. En daar is dan ook het inclusief de frisdrankenautomaat bij. En dat is waar een school zelf voor kan kiezen. En dat wordt dan ook gewaardeerd met een brons, zilver of goud. En de schoolkantineschaal, dat is het voedingscentrum die kan op uiteindelijk beslissen of een school ervoor in aanmerking komt. Ralf, wat doe jij hier eigenlijk? Nou, ik loop hier 6 een week en ik heb de broodjes gezond deze pauze gemaakt. Ik doe dat elke dag en ik vul de blikjes bij. En waar bestaat een broodje gezond uit? Uit sla, tomaat, komkommer, kaas en halal. Halal vlees. Ja, ja. Ja, klinkt lekker. Wordt dat nou meer gekocht dan een Saseise broodje? Nou, allebei wordt wel heel veel verkocht, maar ja, de broodjes gezond gaan er ook wel goed. Ja. Ja. Kan je voorbeeld geven van een ongezond product wat veel verkocht wordt hier? Hier, dat is toch wel de frisdrank, de 7-Up, daar zit vrij veel suikers in. Dat is ongezond? Dat is ongezond. Suikers maakt de mens druk. En kan je een voorbeeld noemen van een gezond product wat veel aftrek vindt? Fruit, een broodje gezond. Dat is, wij doen bruin brood, wit brood en shiabatti. Dat is natuurlijk, dat is ons assortiment. Daarnaast maken wij een klein winstpercentage op de gezonde producten. En daar, die winst die stoppen we in een pot, dat wordt een fonds. En daar kopen we dan fruit van. En dat fruit mogen de leerlingen gratis meenemen. En daar wordt heel veel gebruik van gemaakt. Als nou een school zit te kijken naar dit item en zegt wij willen ook een gezonde schoolkantine, wat moeten ze dan doen? Wat ze moeten doen, dan adviseer ik ze meestal om vooral in kleine stapjes te beginnen. Dus niet vandaag op morgen meteen de hele schoolkantine ondersteboven te gooien en in één keer naar gezond te gaan. Dat landt vaak niet meteen goed. Dat wordt ook niet meteen overgenomen. Dus ik adviseer altijd, doe het in stapjes. Dus leg in het zicht fruit of bepaalde andere goede, gezonde producten. En leg er wat verkeerdere producten, leg die meer naar achteren. Laat die niet zo in zicht. Hè? Mensen pakken toch wel gauw wat in het zicht ligt. Scholen kunnen externe ondersteuning krijgen van het voedingscentrum. Dat is een landelijk bureau. En daar kunnen ze een aanvraag doen voor een kantinescan. Dan komen er mensen van de gezonde schoolkantinebrigade. Die komen dan een schoolkantinescan doen. En op grond daarvan geven ze ook een adviesrapport. Ze scannen alles, dus van ook gezond, ongezond. Hoe ziet de kantine, de automaataanbod eruit? En daarna geven ze een advies, helemaal advies op maat voor die school die het betreft. En daar kan school dan met elkaar mee aan de gang gaan. Daar zie je vaak dat in kantines de gezonde producten iets duurder zijn dan de ongezonde producten. Hoe is dat bij jullie? Dat is hier niet zo. Mijn blikje is gewoon 80 cent en een broodje gezond is gewoon €1. En het fruit is gewoon gratis. En welke rol zouden ouders hier nog in kunnen spelen? Ja, dat is het hele onderwerp draagvlak. Je kan het natuurlijk niet in je eentje doen. Ook niet een cateraar kan het niet in zijn eentje doen. Degene die de kantine beheert kan ook een conciërge zijn of een vrijwilliger, een ouder. Dat doe je niet in je eentje. Je moet draagvlak hebben. Dus je moet het wel met elkaar eens zijn van ja, wij willen met elkaar een gezond aanbod aanbieden aan onze leerlingen. Dus dat zeg ik, daar stimuleer ik ook altijd van. Zorg dat je de leraren mee hebt, je leerkrachtenteam, dus je docententeam, de directie en ook de ouders. Dat kan je doen via de oudercommissie of via de ouderraad of de medezeggenschapsraad. Ook het liefst de leerlingen via de leerlingenraad, want die hebben ook hele goede ideeën en die willen best wel gezond. En die hebben soms hele verrassende originele ideeën. Denk je, hadden we ook wel eens aan kunnen denken, bijvoorbeeld een watertank plaatsen.
hoe moeilijk is het? Zou zo'n leerling nou niet liever toch een broodje kroket willen in plaats van een broodje met sla en tomaat? Ja, we hebben één keer in de week, ben toen in Amerika geweest, had je Casual Friday. Dat schoot mij meest binnen om van oké, laten we dan op de vrijdag ook een vette hapdag gaan maken. Dus op de vrijdag hebben we dus een broodje kroket en de frikandel. Als jij hier nou zo staat, hè? Je hebt net die broodjes verkocht aan de andere leerlingen. Ik zag jou helemaal in je eentje staan. Nou, meneer Morien stond naast me, maar ja, je geeft toch alleen de broodjes. Alleen meneer Morien betaalt, geeft het geld en ja, rekent af, ja. En heb je het dan heel druk? Vind je dat je het heel druk hebt? Nee, valt wel mee. Kan prima aan in je eentje? Ja. Nou, zijn jongeren op deze schoolleeftijd erg beïnvloedbaar? Althans, de meeste. Dan ga je als school een gezonde schoolkantine introduceren. En dan kijkt zo'n jongere thuis op de bank naar de televisie. En dan ziet hij bijvoorbeeld Epke Zonderland, die een gezond zuivelproduct aanprijst. En volgens een Mr. Bean, die een candy aanprijst. Ja, dat is natuurlijk de verleidingen die alom zijn. Hè? Je stapt maar naar buiten en de verleidingen zijn er. En die zijn er. De marketing heeft natuurlijk een flink voor gezorgd dat zijn of haar producten vooral genomen moet worden. Er zijn gigantische bedragen die daar ook in omgaan. En dat is natuurlijk ook wel een beetje waar we hebben. Ja, daar hebben we gewoon mee te maken. De maatschappij is heel erg zit vol verleidingen. En we kijken wel van hoe kan je daar ouders en ook jongeren een beetje meer stevig voor maken om daar doorheen te kijken. Het is af en toe lastig. 8 gemeenten werken nauw samen in de regio Gooi en Vechtstreek, die zich met diverse thema's bezighoudt. Ruud Bochart van Gooi TV brengt deze zaken voor het voetlicht in het televisieprogramma Regio Hub. Het volgende onderwerp gaat over vaccinaties.